Als liefhebber van chocolade en marsepein hoef je niet op Sinterklaas te wachten. Dat heeft Codor wel voor gezorgd. Codor heeft nu een chocolade- en marsepeinreep, of in ieder geval een chocoladereep, gevuld met marsepein. Het is wel een pure chocolade, daar moet je maar net van houden natuurlijk. Wat wel weer leuk is, is aan deze verpakking, de normale Codor-verpakking, is dat ze ook aan de medemens denken. Ze denken aan de boeren die de chocolade of cacao produceren eigenlijk. Of plukken, feiten toch. En dan ga je weer terug naar Sinterklaas, want eigenlijk koop je deze reep en help je anderen mee. Dus het is geven en gelijk ook weer nemen en toch ook weer een cadeautje geven aan een ander. Vind je deze reep nou erg lekker? Dan kan je het ook laten weten door ze te bellen eventueel. En vind je het niet lekker, dan kan je dat ook laten weten. Ze hebben ook consumenten, telefoon. En de hoofdproducent is Mondelez. En Mondelez is in dit geval België, Oosterhout. Dan weet u dat ook weer. Ook daar hebben ze Sinterklaas. Ja, ik ben erg benieuwd. Deze verpakking is ja, eigenlijk al opengesprongen. Maar het komt mooi uit. Ik ben erg benieuwd hoe dat zal smaken. Ze hebben wel extra aandacht aan besteed door een kartonnetje eronder te doen. En ook echt mooi vast te maken. Zie hoe luxe dat gaat. Zelfs de cacaoplant en de bonen zie je in het folie terug. Dat hoop ik echt dat je het kan zien. Een beetje. Nou, het is nu al een cadeautje. Kun je nagaan. Ik ben toch zo benieuwd naar. Nou, het ziet er wel anders uit als normaal, zie ik. Sowieso dunner. Leuke structuur. Doet me denken aan als je gaat schilderen bijvoorbeeld. Een hele dikke, zware verf. En je gaat er met de rollen eromheen. Dan krijg je ongeveer dezelfde structuur. Nu de smaak. Oh, het is zacht. Dat is wel lekker. Ik ben erg benieuwd. En lekker is hij zeker. Ik heb geen idee. Ik praat nu even met mond vol. Hoeveel amandelen er eigenlijk in zitten. Maar om het marsepein te heten, moet er toch wel aardig wat in zitten. 27%. Dat is, ja, dat is te doen. Het is in ieder geval lekker van smaak, niet al te zoet, al zou je het bijna wel zeggen. Ik zie hier ook dat je nog naar een andere website kan kijken. Is het een aanrader? Ja, eigenlijk wel. Zoals ik net zeg, je hoeft niet te wachten op Sinterklaas. Je kunt in ieder geval zo'n reep kopen. En dat is het eigenlijk, het is heel simpel. Wel verbazend, dat zeker. Ze hebben nog andere smaken en die ga ik ook zeker uitproberen. En wat deze smaak betreft, waar het mij het meest op lijkt. Je kent die Merci chocolade wel. Daar zit ook zo'n klein reepje in. Met ook zo'n marsepein. Nou, daar lijkt het een beetje op. Alleen deze ja, is wat zachter. Dat is het enige. Codor marsepein dus. Ik dank u voor het kijken. En graag tot volgende keer. Dag dag. En nog een fijne pakjesavond.